Ja, mijn tong is al verdoofd. Je bent ook echt heel druk ineens, heel explosief. You know the fucking concept. Hoi, ik ben Ellie. En ik ben Jiva. En welkom in ons drugslab. Yay! En twee keer per maand proberen wij een drugs uit om te kijken wat voor effect het heeft op ons lichaam. En natuurlijk om het taboe rondom drugs te doorbreken. En als jij benieuwd bent naar een bepaalde drug of je hebt een leuk idee voor een setting waar we een drug moeten doen, dan laat het ons weten en wie weet proberen we het binnenkort voor je uit. Ignacio Muta, heel erg benieuwd naar de werking van coca-bladeren. Ja, en Dulgunu, die was heel erg benieuwd naar de werking van coca-poeder. En dat is natuurlijk eigenlijk gewoon één en dezelfde stof. Ja, dus dat gaan we vandaag doen, of niet we. Dit is onze coca-poeder. Het heeft een diep groene kleur, maar het kan ook naar bruin neigen. En eigenlijk is het hoe verser de poeder, hoe lichter de kleur. De structuur is van een gemalen plant en het ruikt, ja een beetje naar groene thee. Coca komt oorspronkelijk uit het Andesgebied in Zuid-Amerika. Ja, en bij coca denk je waarschijnlijk aan cocaïne. Maar echt in heel veel delen van Zuid-Amerika is dat een enorme belediging, omdat zij coca zien als een heilige plant en gebruiken dit meer zoals wij koffie drinken, gewoon als een klein oppeppertje. Coca-poeder is eigenlijk gemalen coca-blad nadat het is gedroogd. En het bevat heel veel stoffen waarvan één de basis is voor cocaïne. Ja, en in één blad zit dus 0,1 gram cocaïne. En dat is dus een honderdste van wat je normaal gesproken zou snuiven. Dus dit is super geconcentreerd. We hebben ook een video over cocaïne. Klik dan even op hier zo om die aflevering te bekijken. Oké, bandje zit om. De actieve stof in coca-blad heeft een uitwerking op je uithoudingsvermogen, ja. Op je hongergevoel, ja. En op je concentratievermogen. Ja. Dus dat willen we eigenlijk nu even in de nulmeting eerst testen. En dan kijken wat er gebeurt nadat je het coca-blad hebt gebruikt. Nou ja, en omdat het je eetlust vermindert, heb ik deze ochtend ook niks gegeten. Heel goed. Het is wel verstandig als je dit gaat doen om wel een beetje te eten. Maar ja, hè, wij zijn proefpersonen, alles voor de wetenschap. Precies. Dus. En we gaan verder je concentratievermogen gaan we testen. Mag je mijn nagels lakken? Eén keer voor het gebruiken van coca-poeder en één hand voor daarna. Je uithoudingsvermogen gaan we testen. En mag jij eens zwaar voorwerp vasthouden, dan gaan we kijken hoe lang je dat volhoudt. Oké. Zal ik het dan met links doen, want ik ben links een beetje motorisch gestoord. Ja, naast het sociale en culturele aspect wordt coca-blad ook wel gebruikt als medicijn, bijvoorbeeld bij hoogteziekte. Het wordt ook wel gebruikt op de werksfeer, bijvoorbeeld koks die dan de hele avond door willen koken en meer energie willen hebben. Die kouden er wel eens op. Ik vind het best netjes. Ja. Ik heb nog iets voor je. Dit mag jij gaan vasthouden tot je niet meer kan. Hoi! Elke keer is het cool te doen, maar het is best wel zwaar. Focus. Sport je veel? Te weinig. Nou, goed gedaan. Oké. Nou, ik heb nog voor je. Je hebt het 1 minuut 28 volgehouden. Dat is wel een hartstikke goede nulmeting. Je kunt coca op verschillende manieren nemen. Denk bijvoorbeeld aan het trekken van thee of het kauwen erop, op het blad zelf. Je kunt het ook nemen in de vorm van snoepjes of poeder. Ik ga het ook op een hele mooie manier doen. Ik ga het namelijk door middel van een lepel in mijn wangzak gooien. We hebben dus nu 2 gram afgewogen. En als je 2 gram coca poeder neemt, dan zou je al iets van de effecten moeten merken. Maar het is echt heel licht. Dus als je ongeveer 3 tot 4 gram neemt, dan zouden de effecten wel wat sterker merkbaar moeten zijn. Dus we gaan voor de 4 gram. Ja. Maar het is wel verstandig om niet gelijk 3 tot 4 gram te nemen, maar te beginnen met 2 gram en ongeveer een kwartier later iets bij te nemen. Ik gooi het in mijn wangzak en dat het dus zeg maar hier een klont wordt. Mijn kaken hou ik op elkaar zodat het niet zeg maar in mijn keel komt of helemaal door mijn mond heen. Maar ja, dat het echt zo lekker hier blijft zitten. Ja, want dan zit het in je slijmvlies. Ja. En dan wordt het ook sneller opgenomen. Ja, precies. Kijk uit trouwens voor je tanden en als het onder je tong komt, dat kan een beetje een naar gevoel zijn. Moet ik helpen? Oké, gaat ie. Kost. Hoe smaakt het? Je kan het er niet vatten. Het zit wel goed hier. Ja, het is niet heel vies. Mijn tong is al verdoofd. Ja? Ja, en mijn wang ook. Ja, je voelt het of je voelt het niet meer? Nee. Echt. Nou, naarmate je blijft scheppen, houden effecten langer aan. Maar na ongeveer een half uurtje is uitgewerkt. En dan kun je het uitspugen of doorslikken. Ik heb wel echt heel erg de neiging nu om water te nemen en het uit te spugen. Maar gewoon omdat het een irritant gevoel is, of wordt de smaak nu intenser?
word er een beetje misselijk van. Wil je nou precies weten wat je wel en niet moet doen bij het gebruik van coca-poeder? Check dan even de do's en don'ts. Oh, ik ruik het ook helemaal. Het is heel heftiger. Nee, het is best wel lekker, maar het ruikt gewoon naar dit. Mm-hmm. In Bolivia en in delen van Peru noemen ze het Joya Sagrada, oftewel de heilige plant. En hier wordt het al duizenden jaren gebruikt. Maar ondanks dat het er eigenlijk dus al heel lang bestaat, is het vervoeren van coca illegaal. En het staat dan ook in Nederland op lijst 1 van de opiumwet. Toch wordt het wel in sommige smartshops verkocht. En dat komt omdat het eigenlijk in een soort grijs schemergebied zit. Het is dus wel illegaal, maar omdat het dus niet direct een bedreiging is van de volksgezondheid, wordt er niet hard tegen opgetreden. Nou ja, de werkzame stof is wel opgenomen. Ik moet ook echt zeggen... Ja! Je merkt het, hè? Ja! Je bent ook echt heel druk ineens, heel explosief. Tintelt ook helemaal. Ik heb echt het gevoel dat ik dus letterlijk nu bang zo'n hamster ben, weet je wel? Ja. Dat het heel dik voelt. Ja. Laat ik dit even uitspoelen, want hij heeft toch zijn werk gedaan, denk ik. En dan nog de tweede portie nemen. Ik vind het grappig dat je het zo snel merkt bij jou. Want je bent echt heel druk ineens. En je praat wat harder en sneller en al die bewegingen. Dat doe ik helemaal bij jou zo. Mag hoor. Nou, dit is weer 2 gram. Ja. Smakelijk. Okay. Dank u. Juist. Kijk. Ja. Dat is hem. Ja? Ja. Klein beetje valt eruit, maar het gaat goed. Ja. Ja, perfect. Ik denk dat het weer tijd is voor het dasje. Dus je mag nu mijn andere nagels gaan lakken. Ik ben wel een beetje een soort van vrolijker. Ik weet dus niet of ik per se dit beter kan nu. Nou, dit gaat wel echt heel soepel. Ik merk dus dat ik misschien me niet per se beter kan concentreren, maar ik ben wel inderdaad iets alerter. Je bent wat meer gewoon hup doen. Toen net dat zit ja, zo, zat je zo, oh, ik kan dit echt niet. Ja, precies. En nu is het gewoon hup doen, klaar. Ja. Dus ik moet ook zeggen, ik vind deze hand wel mooier gelukt. Dit was ervoor en dit erna. Ik vind deze het best gelukt. Voor het volgende testje gooi ik het er wel even uit. Ja, de werkzame stof is waarschijnlijk nu ook al lang opgenomen, dus het doet zijn ding. Precies. Nou, nu is het uit je mond. Je bent weer relaxed. Het is tijd voor de uithoudingsvermogentest. Het moet minimaal nu 2 minuten worden. Oké. Dat kan jij. Hoi! Is het op 1 minuut? Ja, heel goed. 1 minuut 40. Langer. Ja, langer dan net. Ja. Was het ook makkelijker? Nou, niet per se makkelijker, maar wel meer drang om te gaan het halen. Als je verwacht en hoopt dat iets gaat gebeuren en dat je denkt, oh, ik ga het leuk hebben. Dan, ja. Dat is ook onderdeel van het drugs gebruiken, toch? Ja. Daarom werkt het ook gewoon niet om drugs te gaan gebruiken als je je heel kloten voelt. Maar cocaïne, en daar kwam ik dus achter doordat ik in Colombia was en ook door de comments bij Drugslab, daar zit een wereld achter. Dat kan je je gewoon niet voorstellen, zeg maar, qua criminaliteit, corruptie. En toen dacht ik, joh, het wordt dus tijd om hier ook aandacht aan te besteden. Cocaïne wordt natuurlijk gemaakt van coca-bladeren, maar die productie begon eigenlijk heel onschuldig. Pas in 1855 werd er voor het eerst van de coca-bladeren cocaïne gemaakt. Daarmee begon wel de ellende. De corruptie en omkoperij die nodig is om cocaïne de grens over te krijgen, ja, die zorgt gewoon voor een niet werkend rechtssysteem, waardoor dat geweld alleen maar erger wordt. Zolang de vraag naar de drug niet stopt, zal het geweld ook niet afnemen. En in Europa consumeren we bijvoorbeeld al 350 kilo cocaïne per dag. Daarom is het zo tof dat we zo'n internationaal kanaal zijn en dat je het leest en dat je denkt, ja, fuck. Ja. En dit is dus best wel een heftig verhaal en daardoor wilde ik een keertje coca-poeder doen als een soort van alternatief voor cocaïne. Maar ja, is die coca-poeder nou zo fair trade? Ja, dat is ook lastig. Ja. Want het is natuurlijk nog steeds niet helemaal gelegaliseerd. Dus nee. Jij weet ook niet precies hoe die coca-poeder is gemaakt. Nee, en we zijn er nog steeds wel op ontbossingen. Als het helemaal legaal zou worden, dan zouden er afspraken kunnen gemaakt worden met de boeren. Neem het mee in je achterhoofd, maak zelf een afweging mocht je ooit willen experimenteren met cocaïne. Ik vond het wel leuk om te kijken wat gewoon het oorspronkelijke product met je doet. En het deed wel iets, toch? Ja.
Ik heb echt heel lekker geslapen. Ik heb nergens last van. Gewoon echt wel een verschil met chemische cocaïne. Volgende week is weer een nieuwe drugslab extra. Dus ben je nou benieuwd naar iets? Wil je dat we iets onderzoeken? Pleur dat allemaal in de comments. Gaan wij het voor je uitzoeken. Als je het een leuke aflevering vond, doe die duimpjes omhoog. En als je nu lekker uit je plaat gaat, doe wel voorzichtig. Maar geniet van het weekend. Doei. Love you.